Oké, welkom de eerste keer een online interview met Arne. En ik volg Arne een beetje op Facebook. Die gast doet interessante dingen. Maar ik zal u misschien even Arne eerst kort laten voorstellen. Dus zeg een keer even hoe uit dat je bent en wat dat zoal doet. En we zullen daar dan op ingaan. Is het goed? Prima, prima. Super, ik ben Arne. Arne Nielis, ik ben 29 jaar. Afkomstig uit Limburg, uit Hasselt, dat hoort je misschien wel, dus ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Ja. Ik ben samenwonend met mijn vriendin, nog niet getrouwd, nog geen kindjes. Ik ben eigenlijk de afgelopen 4 jaar heb ik gewerkt in de horeca als keukenmedewerker. En sinds afgelopen jaar ben ik eigenlijk ook een bijberoep begonnen dan met lezingen te geven rond gokverslaving vooral. En daarnaast ben ik ook mensen individueel gaan coachen die problemen ervaren met het gokken. Ja, dat is zo'n beetje kort. Oké, perfect. We gaan er van eerst grindig gezegd gokverslaving. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is eigenlijk een gokverslaving? Goh, wat is een gokverslaving? Een gokverslaving voor mij, dat is dat je eigenlijk volledig machteloos geworden bent hè, ten opzichte van het gokken. Ik denk in eerste instantie is gokken iets wat fun moet zijn, wat voor het plezier is gemaakt dan. Maar ik denk wanneer het plezier stopt en je grenzen niet meer kunt aangeven, dat je al kunt spreken over een gokverslaving. Ja? Mm-hmm. En hoe ik het zelf heb ervaren, als wanneer is die dunne grens, zeggen we altijd. Hè? Waar is de lijn van iemand die verslaafd is en niet verslaafd is? Ja. Veel mensen vragen mij, welke dag ben je verslaafd geworden? Ja, dat is moeilijk om te zeggen, van, ja, die dag is uit de hand gelopen. Maar ik denk vanaf het moment dat tot mijn leven echt onhanteerbaar begon te worden, dat het echt wel problematisch begon te worden. Ja. Oké. En ik ga dus de vraag niet stellen van wanneer zij er verslaafd geworden, maar kun je misschien zo'n beetje dat proces vertellen en dat hij ook zo kunt zeggen van kijk, eigenlijk op dat moment voel ik al, ik ben hier niet meer goed bezig. Hoe is dat zo'n beetje evolueerd? Want je bent alcoholverslaafd, dat sluipt er ook zo in. Veronderstel dat bij het gokken ook zo is, dus vertel het er misschien wat meer over. Ja, ik denk inderdaad. Hè. Ik denk dat als iemand mij op mijn 13e vroeg van ja, Arne, zou je ooit verslaafd worden in je leven? Dan zou niemand daarvoor kiezen natuurlijk, hè. Ik denk, bij mij is het gokken eigenlijk begonnen op mijn 13e. Dat was eigenlijk iets wat heel onschuldig was. Nu ja, op 13 jaar, dan denk je al direct van, ja, kan iemand op 13 jaar gokken? Natuurlijk was dat via de oudere jongens dan, die dat wel eens deden. En ja, ik was zelf voetballer. Ik kwam uit een voetbalfamilie. Dus ik had zoiets van, ja, kijk, misschien kan ik die kennis wel gaan gebruiken om iets in te zetten op voetbalwedenschappen. Hè? En misschien stoer te doen tegenover vrienden. Nu, maar dat was eigenlijk heel onschuldig. Maar dat was wel iets wat direct mijn interesse te pakken had. Ik voelde direct van, oei, dat is hier iets wat mij interesseert. Daar wil ik meer over weten en daar wil ik meer mee bezig zijn. Mm-hmm. Ik denk van mijn 13e tot mijn 17e, 18e was eigenlijk altijd een heel onschuldige activiteit. Waar ik misschien eens 1 keer in de maand deed of 1 keer in het jaar. Zonder dat ik daar daadwerkelijk al gevolgen van aan het ondervinden was. Mm-hmm. Ik ga eens een beetje vraag stellen, omdat ik altijd interessant vind. Je zegt... dus mijn 13 en mijn 18. Ja, ik vond dat zo interessant. Ik vond dat zo... Wat was er daar dan zo interessant aan? En zo dat gokken? Was dat dat je dat extatisch maakte? Of wat was er zo interessant? Oh, niet per se status, denk ik. Maar ik ben toch wel een beetje zo stoer doen ten opzichte van vrienden. Hè. Ik dacht zo van laten zien. Kijk, ik heb kennis over voetbal. En die kennis kan ik laten zien aan de hand van sportweddenschappen, was dat dan, hè. En dan was ik ook nog de gokker die meestal niet op de makkelijke dingen ging gokken, maar zo op de dingen wat mensen dachten dat niet voor mogelijk was. En op die manier kon ik misschien wel aan vrienden laten zien van, hey, kijk wat ik heb gedaan. En dat was een beetje stoerdoenerij en werd je misschien wel aangekeken als iemand die goede tips kon geven en noem maar op. Oké, dus dat was... Ja, dat was zo'n beetje tussen 13 en 18, denk ik. Dat was zo een beetje het onschuldige, het stoerdoen met vrienden. Maar ik denk vanaf het moment dat ik 18 word, dan verhuis ik ook naar Nederland. Of ik werkte in Nederland. Ik voetbalde in Nederland op dat moment. En dan kwam ik eigenlijk via jongens kwam ik in contact met het casino. In Nederland mag je op je 18e naar het casino toe. En ik herinner me ook het eerste moment dat ik daar binnen ging in het casino. De flikkerende lichtjes. Je hoort het geld rollen, noem maar op.
En dat was weer iets waar ik van dacht van, oké, iedereen is hier heel gelukkig. En ik ga hier ook, ik verdiende wel al wat geld met het voetbal natuurlijk dan. En ik dacht van, kijk, ik ga dat hier ook wel eens proberen. En wederom had ik de smaak daar te pakken. Ik denk dat daar een beetje ook de verveling was, wat ervoor zorgde dat ik ging gokken. Had het gevoel als je een casino binnenkwam, dat je zoiets had van, hey, die mensen zijn gelukkig. Had hij dat idee of niet? Ja, ik denk dat dat een beetje mijn zelfstigma was op dat moment. Hè. Ik denk, ik ben ook opgegroeid met naar films te kijken waar je mensen in een casino ziet winnen en gelukkig zijn en die lichtjes, noem maar op. Zonder daadwerkelijk de verhalen te weten van de mensen die daar aanwezig zijn, natuurlijk. Dus ik ben een beetje in die context gerold en ook daar ook meegegaan in dat stigma van, in dat zelfstigma van mijn eigen. Ja, kijk, hier is alles fijn, is alles plezant, is alles... Is alles is iedereen gelukkig? Zonder daadwerkelijk de echte realiteit te kennen van sommige mensen, natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Zeg maar verder, wat is er dan daarna ook? Ik denk dat toen op mijn 18e was dat zo. Ik voetbalde, dus ik trainde eigenlijk van in de ochtend en in de namiddag. Wat ervoor zorgde dat ik rond 4 uur dan op een appartement kwam. In Nederland, ik had niet veel vrienden daar. Ik had heel weinig sociale contacten. En die verveling sloeg heel vaak toe en die sociale contacten ging ik dan zoeken in een casino met ploegmakers, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En ik denk dat daar de frequentie al wat hoger gaat naar het gokken toe. Ik denk niet alleen de frequentie van de keren dat ik daar naartoe ging, maar ook de bedragen werden hoger en hoger waar ik mee ging gokken. Het was al niet meer 1% van mijn loon, maar soms waren er maanden tot de 60-70% van mijn loon daadwerkelijk naar het gokken ging. Als je zo kijkt tussen 13 jaar het onschuldige en dan naar je 18, 19, 20, heb je zo het gevoel van dat je dat in het begin gedaan hebt. Allee, in het begin ook meer zo stoer doen. Maar als je zo kijkt, wanneer is dat ook zo wel veranderd dat het meer voor het geld was en dat de stoerdoenerij? Of hoe voelde jij dat zo? Als je inderdaad zegt, 60%, net 60%, wanneer is er ook zo'n moment gekomen van... Ja. Want de meeste mensen op 18 jaar verdienen ook niet echt geld. Hè? Dus het is door je voetbal dat je dat wel had. Nee, klopt. Ja, klopt, zeker en vast. En was het dan dat meer wou, of ja? Ja, ik denk misschien wel, misschien ergens hebzucht. Ik heb het zo zelf nooit in de mond genomen, maar ja, toch wel ook een beetje van een manier om snel geld te verdienen. Mm-hmm. Zo zag ik dat ook wel. Ook daadwerkelijk, omdat ik ook echt winstervaringen in het begin heb gehad, die er eigenlijk voor zorgden dat ik in een minuut bij wijze van spreken driedubbele van mijn loon verdiende. Die succeservaringen, die hebben er ook voor gezorgd dat ik direct de smaak te pakken had. Ken je ook al veel gehoord dat in het begin als mensen bij een hokken, dat ze in het begin altijd winnen? Allee, of is dat toeval? Of zien we... Ik heb ook een beetje meegemaakt. Ja. In het begin veel gewonnen en dan gaan dat terug en dat lukte nooit meer. Dus. Ja. Nee, inderdaad. Ja, ik heb veel winstervaringen gehad. Hè. Daar kan ik niet rondkijken en daar moet ik niet over liegen. En die hebben er ook voor gezorgd dat ik het ben blijven doen. Omdat ik wist dat die kans er altijd was dat je dan misschien wel weer opnieuw zou kunnen winnen. Maar ja, is dat toeval dat mensen in het begin winnen? Ja, ze zeggen beginnersgeluk. Ik ben ervan overtuigd dat geluk een illusie is op dit moment. Maar toch, ja, het is toevallig dat iemand vaak die de eerste keer gaat gokken of naar een casino gaat, dat die vaak naar huis komt met een bepaald winstbedrag. Ja. En is dat misschien omdat je dan ook meer een rem hebt of zo? Of dat je zoiets zegt van, ja, ik moet niet stoppen of zo? Ja, ik denk dat die rem dan zeker aanwezig was. Hè. Ik bedoel, ik herinner mij de eerste keer dat ik ging gokken, dan deed ik dat met 1 of 2 euro die ik van thuis uit meekreeg om een broodje te gaan kopen op school. Ja. Als je dan, of een snoepje te gaan kopen, als je dan 10 euro wint, ja, dan kon ik al veel snoepjes kopen. Hè. Dus dat was al direct zo van wauw. En dan was die rem daarop en dan wist ik wat ik kon doen met die 10 euro. Maar als je dan later bekijkt, ja, dan begint die rem wel wat te vervagen. Hè. En dan ben je niet meer tevreden met de kleine dingen die je wint op dat moment. Oké, en inderdaad, dus in het casino 18, 19 jaar met je ploegmak, zo is het dan verder geëscaleerd. Je zei op dat moment, ik zat aan 6% van mijn loon al, dus hoe is het dan verder gaan nog? Ja, daar is het niet bij gebleven. Hè. Ik haal zo'n moment aan, of als voorbeeld aan, wat ik zie als een kanteling eigenlijk. Ja. Dat is het feit dat ik eens een avond weer met vrienden naar het casino ging. Ik deed dat op dat moment op mijn 18e nog altijd met vrienden. Ik ging daar nooit alleen naartoe. En we gingen naar huis rond 11 uur en ik had die avond verloren. En ik weet dat ik thuis zat met een gevoel van, ja kijk, ik wil dat bedrag terugwinnen wat ik daarnet heb verloren.
En die drang om terug te gaan was eigenlijk sterker dan mijzelf al op dat moment. En dan ben ik op dat moment ook letterlijk, eigenlijk een beetje achter de rug van mijn vrienden, ben ik teruggegaan naar dat casino. En ja, heb ik uiteindelijk nog meer verloren dan dat ik voordien had verloren. Dus, maar daar, dat is zo al een kanteling voor mij, van, tot ik het gevoel had van, ja, kijk, dat bedrag wat ik verloren heb, wil ik echt terugwinnen. En de drang voelde ik ook daadwerkelijk om dat bedrag terug te winnen. En hoe oud waren het toen? Was dat... 18, 19 jaar, ja. Ja, inderdaad. Ja. En uiteindelijk bleef het daar ook niet bij. Hè. Uiteindelijk ben ik dan meer en meer op mijn eentje beginnen te gaan. Vaak ook tot 3-4 uur in de ochtend zat ik dan in een casino. Nu, als je in de ochtend op je werk moet zijn, op de training dan in mijn geval, ja, dat is natuurlijk niet positief voor je werkprestaties. Hè. Dus op dat moment begint het eigenlijk al erger en erger te worden. Mm-hmm. Ja. Oké, maar je zegt inderdaad 18 jaar, ze speelde in Nederland en was dat in een goede ploeg of zo? Of als je een paar keer moet trainen, het zal wel deftig geweest zijn, Peter? Ja, misschien ben ik een beetje te snel gaan. Ik was altijd voetballer, natuurlijk ook in een voetbalfamilie opgegroeid. Ik denk van mijn 13e tot mijn 17e heb ik bij Genk gevoetbald, toch wel een bekende voetbalploeg in eerste klasse. Bij Gent? Of Genk? Bij Gent, inderdaad. Ja, bij... het lijkt op elkaar, hè. Het was misschien beter Gent geweest. Maar ja, kijk, het was Genk. En ik merkte al snel dat ik wel talent had. Ik voelde van mijn eigen dat ik wel er bovenuit stak op dat moment. En er was ook interesse, dus dat werd ook wel bevestigd. Mm-hmm. Dat werd ook wel extern bevestigd dat dat talent aanwezig was. En dan eigenlijk ben ik op mijn 17e naar PSV Eindhoven gegaan. Een professioneel voetbalclub in Nederland dan, toch ook wel redelijk bekend. Nee. Dus ja, zo ben ik eigenlijk in Nederland terechtgekomen, toch wel. Ja. Oké, en inderdaad, je werd dan op een bepaald moment, je werd dan bij een hokken, je moest gaan trainen s'morgens, dat was een beetje minder. Hoe is dat zo'n beetje geëvolueerd dan? Waren de mensen die daar iets op zeiden, waren je prestaties minder? Hoe uit zich dat in uw realiteit in de voetbal dan? Ja, ik denk vanaf op dat moment komt ook zo liegen naar voren. Ik denk andere mensen waren niet echt op de hoogte. Mijn familie was ook niet echt op de hoogte. Aangezien ik in Nederland zat en alleen op een appartement woonde, kon ik het ook redelijk goed verbergen voor de buitenwereld. Nu, dat vertoonde zich wel naar mijn sportieve prestaties op het veld dan. Ik merkte dat het niveau blijkbaar hoger lag dan en datgene waar ik aan kon voldoen. En ik begon ook blessures te krijgen. Nu op dat moment, op 19 jaar, toen ik die begon te krijgen, dan stond ik niet stil bij het feit dat misschien wel een gevolg was van het gokken. Nu achteraf kan ik dat heel goed analyseren. Als jij dat 3-4 uur in een casino zit, de hele avond spanning en stress ervaart, als jij dan om 8 uur moet trainen, ja, dan gaat je niet 100% kunnen trainen. Hè. Dus op die manier begon dat wel al effect te hebben. Nu financieel had dat ook wel al effect. Natuurlijk als je 80% van je loon vergokt. Maar ik had niet echt vaste kosten op dat moment of zo. Dus het was niet zo dat ik daar financieel de gevolgen van had. Het was eerder lichamelijke ook wel. Door de stress, noem maar op, begon ik darmklachten te krijgen. Iets waar ik toen ook enorm veel onderzoeken rond heb gedaan op mijn 19e. Echt naar dokters geweest. Noem maar op. En daar kon eigenlijk niks voor gevonden worden. Er was geen duidelijke uitleg, dus wederom iets waar ik op dat moment totaal geen besef over had, maar achteraf weet ik gewoon dat dat puur van de stress was en de lichamelijke gewaarwordingen dat ik darmklachten kreeg. Wow, zo zot. En inderdaad, als gezegd, je werd 18, 19 jaar, speelde bij PSV en de prestaties waren iets minder. Wow. Zijn de mensen daar soms iets van tegen u? Van Arne, is er iets of... Nee, ze zeiden dat niet echt. Ik denk dat ze daar niet veel over hebben gezegd. Ik denk dat het feit dat mijn prestaties minder waren, zorgde ook wel psychisch, dat ik psychisch ook wel al wat voelde dat het minder goed met me ging. Nu, als je prestaties niet goed zijn, je speelt niet vaak, je zit veel op de bank, of je zit niet bij de selectie, dat doet iets met u. Het was ook zo dat... mijn vader was ook profvoetballer geweest bij diezelfde club, waardoor dat de verwachtingen misschien enorm hoog waren van mij. En op dat moment denk ik van, ja kijk, die druk, ik ben daar gewoon, ik kan daarmee omgaan, maar ja, misschien door dat te ontkennen heeft het misschien toch wel meer parten gespeeld op mij, ja, psychisch.
Nee, maar ik denk ook wel dat dat er zeker iets mee kan te maken hebben. Want je vader is een bekende voetballer geweest. Ja. En als je daar dan zegt, altijd van ja, hoop ik eens zo goed, dan dat doet wel iets met mensen. Ik denk dat je wel veel druk ervaart op die manier dan. En, ja, bijvoorbeeld, ja. En je zegt ook van ja, ik zat dan soms op de bank. Hoe reageerde daar dan je familie op? Was dat dan van we zijn niet goed bezig of doe verder? Of hoe was dat zo met de energie? Was dat meer steunt of was dat meer van. Meer je best doen? Of, well, ja. Hoe was dat dan? Ik denk dat er op dat moment misschien niet zoveel feedback was. Ik denk toen ik 18, 19 was, komt eigenlijk het feit erbij dat mijn ouders ook in een scheiding terechtkomen. Iets wat ik misschien ook nog meer in mijn rugzak heb meegenomen. Die emoties die daarmee gepaard gingen voor mij. Ja. Mijn warme nest was niet meer het warme nest waar ik kon naar terugkeren. Dus ik was al niet iemand die veel sprak over emoties. En dat ben ik ook meer en meer in mijn rugzak gaan stoppen. Nee. En dan heb ik ook nog bijvoorbeeld mijn moeder. Die kreeg op dat moment, toen ik 19 was, ook borstkanker. Dus dat was weer al een teleurstelling voor mij. Naast de sportieve teleurstellingen, waar ik eigenlijk heel moeilijk mee kon omgaan. En ik denk op dat moment begint gokken wel een andere wending voor mij te krijgen. Waar het voordien was, de adrenalinekick, snel geld winnen, het geld proberen terug te winnen. Begon het ergens wel een vlucht te worden uit emoties waar ik in de realiteit niet mee kon omgaan. Ja, maar het is wel een Hans Boot. Hè? Je bent 18, 19 jaar gewoon alleen. Je verdient dan een keer geld, wat ook al soms moeilijk is om mee om te gaan. Je hebt dan een keer de scheiding, je hebt dan een keer de prestaties die nog niet optimaal zijn. Dus het is wel een Hans Boetram voor een 18, 19 jaar gast om zo even dat allemaal aan te kunnen, denk ik. Ja, en dat is misschien iets wat ik onderschat had op dat moment. Hè. Ik denk van, ja, je voelt je goed, alles gaat goed. Je zit in die roes tot je heel veel erkenning krijgt voor zowel je sportieve prestaties als voor de persoon die jij bent. Huh? En dan op een gegeven moment krijg je te maken met teleurstellingen die ik voordien nog niet had meegemaakt. En ja, ik had nog niet echt de copingstijlen om daarmee om te gaan, om daarover te praten. En ik was eigenlijk iemand die gewoon zijn masker opzette en deed voor de buitenwereld alsof alles goed ging met mij, ja. Oké. En hoe is het dan inderdaad nog verder geëvolueerd? Want eigenlijk, het is interessant, jij vertelt je verhaal over gokken, maar ik herken mijn eigen enorm in alcohol. Hè. Eigenlijk dat je zegt van, je kreeg zo'n geld, hij ging naar gokken, ik ging een pintje kopen met dat geld. Allee, dus maar vertel maar verder. Dus waar dan 18, 19 en hoe is het dan? 18, 19, van mijn 18, ik had een contract van 3 jaar in Nederland. Dus van mijn 18e tot mijn 21ste was dat dan. Op mijn 21ste zei de club ook van, ja kijk Arne, je haalt niet het niveau wat wij van u verwachten. Dus we gaan het contract hier niet verlengen. Waar ik ergens ook blij mee was. Want ik voelde mij niet goed in mijn vel. Het ging daar ook niet goed. Ik was weg van al mijn vrienden, dus ik voelde mij al redelijk wat eenzaam. Voor een jonge gast, dat was toch niet het van het. En dan ben ik eigenlijk op mijn 21ste teruggekeerd naar België met de bedoeling van, ja kijk, dat voetbal, misschien gaan we op een lager niveau wat voetballen. We gaan werk zoeken, terug wat structuur en ritme zoeken om terug wat geluk te ervaren of het gelukkig gevoel te ervaren, om het zo te zeggen. En eigenlijk ging dat redelijk goed. Toen ik terugkeerde naar België op mijn 21ste, ging ik op een lager niveau voetballen. Ik had een vriendin op dat moment, ik had werk gevonden. In de avond voetbalde ik dan. Dus ja, ergens zag mijn leven er weer heel goed uit. Misschien was het niet datgene wat mensen van mij hadden verwacht, maar ik voelde wel dat het oké was. Nu, lang duurde dat natuurlijk niet voordat alweer de volgende teleurstelling kwam. En dat was dan opnieuw een blessure. Wat er eigenlijk voor zorgde dat op dat moment was het gokken wat meer op de achtergrond. Maar telkens als er een teleurstelling in mijn leven was waar ik niet mee kon omgaan, merkte ik dat gokken een enorme rol speelde. Dat dat enorm fel op de voorgrond kwam. Zonder dat het ook echt ooit weg is gegaan. Hè. Het is altijd aanwezig geweest. Mm-hmm. En die teleurstelling zorgde er dan voor dat tot mijn gokken zich weer ontwikkelde. Tot iets wat enorm problematisch wordt. En eigenlijk gebeurt er hetzelfde als wat er in Nederland bij de voetbal gebeurde. Wederom dat ik 's nachts dan nachtenlang ging gokken, waardoor ik 's morgens eigenlijk op mijn werk van allende smoesjes ging zoeken, dat ik niet moest gaan werken of dat ik maar de ganse nacht kon doorgokken, bij wijze van spreken. Ja. Oké, okay, en hoe lang heb je daar dan gespeeld ook?
Ik denk dat ik daar ook nog een jaar of 2 jaar heb gespeeld. Wederom was ik, in het begin ging dat heel goed, maar wederom heel veel teleurstellingen. Voetbal was weer een bijzaak geworden. En ik kwam eigenlijk via de vrienden die ik in België achterwege had gelaten toen ik naar Nederland ging. Die vrienden kwam ik terug in contact mee. En sindsdien ben ik eigenlijk in contact gekomen met het online gokken. De wereld van het online gokken, dat was voor mij een wereld die openging, waar ik niet van wist dat dat ooit kon bestaan, bij wijze van spreken. Okay. Misschien heb je er eigenlijk voor dat ik, zeg maar. Nee, misschien heb je, omdat hij zei van ja, had wel een vriendin op dat moment, hij ging gaan voetbal, maar hij ging ook gokken tot 's nachts. Wat zei zij daar dan van? Ja, klopt. Ik denk dat zij achteraf tegen mij heeft gezegd dat ze dacht dat ik vreemd ging. En ik heb toen echt gezegd tegen haar van, ja, kijk, ik ga echt niet vreemd. Maar achteraf heb ik wel moeten bekennen dat ik wel vreemd ging. Niet met een andere vrouw, maar ik ging eigenlijk vreemd met het gokken. Dus dat was de situatie met de vriendin. En zij heeft mij dan ook verlaten op dat moment. Wederom een teleurstelling die ik niet kon verkroppen, waardoor ik mijn vlucht nog vond in het gokken. Op mijn 21ste kwam ik zo in contact met het online gokken. Wat er eigenlijk voor zorgde dat ik niet meer naar een casino moest gaan. Ik moest niet meer naar een casino gaan, ik moest niet meer naar een gokkantoor gaan. Ik kon eigenlijk rechtstreeks met één klik was ik verwijderd van gokken, zonder dat er eigenlijk sociale druk was. Zonder dat iemand besefte wat ik daadwerkelijk aan het doen was. En op dat moment ik kreeg eigenlijk de eerste signalen van mijn moeder vooral. Mijn moeder die op een of andere manier toch nog volmacht had over mijn financiële rekeningen. Die voor het eerst aan de alarmbel ging trekken van, ja, kijk Arne, ik zie wat er op je rekening aan de hand is. Misschien moeten we daar eens over praten. En ik denk dat je een probleem hebt met gokken, want ze zag al de bedragen die naar het online circuit gingen. En zij sprak mij daar dan ook over aan op mijn 22ste op dat moment. En ja, ik zei gewoon tegen haar van, ja, kijk naar je eigen. Bij mij is er geen probleem. Alles ging goed met mij. Maar eigenlijk ging alles behalve goed met mij op dat moment. Dus dat was zo wel de eerste feedback die ik kreeg van mijn omgeving, dat er misschien wel een probleem kon zijn. Dus eigenlijk begon ik op dat moment al mijn gokken te verbergen. Begon ik daar al over te liegen. Niet alleen tegen familie, ook tegen vrienden. Weet dat er vaak was er een kameraad van mij die wel eens op vrijdagavond een sms stuurde van, ja, Arne, gaan we vandaag niet op stap of gaan we naar de cinema of gaan we dit of dat doen? En dan antwoordde ik al direct van, ja, kijk, ik kan vanavond niet, ik moet heel veel doen. Terwijl in de realiteit zat ik dan thuis op de bank, op de zetel, zat ik achter mijn laptop al online te gokken. Daar begint het toch ook wel echt problematisch te worden. We gaan speed verder gaan naar uw verhaal ook, maar je zegt dat online gokken. Ik hoorde daar juist sowieso zeggen van, wauw, de wereld van het online gokken. Thank you, een zegen. Ja. Maar ik denk inderdaad dat misschien een minder grote zegen is dan dat we denken. Wat vind jij daarvan, van heel dat online? Zelfs als ik naar de voetbal kijk, maakt de wedstrijden nog spannender. En wat vind jij daarvan? Ja. Nee, ik denk dat alleen reclame speelt een heel grote rol daarin. Hè. Hoe je het ook draait of keert, zelfs als je online gokt of als je aangemeld bent bij een online gokkantoor, alleen dan komen de aanbiedingen op je af. Hè. Waardoor dat je ook een vertekend beeld van de realiteit kreeg. Mijn eerste contact met online gokken was via vrienden, maar ook via de reclame die eigenlijk mij vertelde van, ja, kijk, als je er zoveel op stort, krijg je eigenlijk het dubbele bedrag erbij. Ja. Nee? Waardoor ik er zoiets had van, ja, kijk, dat is makkelijk geld verdiend. Maar ja, in de realiteit moet je al heel veel beurten gegokt hebben voordat je dat bedrag vrijgespeeld krijgt. Online werken ze ook met een soort van VIP-statuten. Dus dat je eigenlijk begint als kleine VIP, maar dat je hoe meer je speelt en hoe meer geld je erin in opmaakt, hoe groter je VIP-toestand wordt natuurlijk. Hè. Ja, ik denk ook, die online wereld. Ja, ik denk ook de reclamewereld rond het gokken. Allee, ik ben er minder vatbaar voor, denk ik. Alhoewel, ik heb vroeger nog veel naar het casino geweest. Maar ik vind het echt zot. En ik weet ook dat in het begin van het jaar, als ik me dat goed herinner, was er een voetbalclub ook in België die ik denk dat Standaard was, zeker. Ik weet niet meer, of Brugge, of wie was het. Dat ook mee in de media zijn gekomen.
Ja, ik denk dat het misschien Brugge was die als hoofdsponsor dan een gokkantoor hadden, die ik niet bij naam ga noemen, maar wel een gokkantoor op een shirt hadden. Oké, okay, het is daar een beetje commotie rond geweest. Kun je misschien een beetje, wat vind jij daarvan? Moet dat kunnen of vind jij dat dat niet moet kunnen? Wat is een beetje je idee daar rond? Ik heb daar een heel kritische blik op. Hè. Ik denk, ook misschien omdat ik zo dagelijks bezig ben met mensen die problemen ervaren met het gokken. Dus ik zie daadwerkelijk wel wat die ene reclame kan veroorzaken op lange termijn voor mensen. Dus ik ben daar wel kritisch over. Zeker aangezien de reclames zelf dan, die zo'n vertekend beeld gaven en deden... Allee, die reclames vertelden u eigenlijk dat je bijna dom zou moeten zijn om niet te gokken. En ik vond dat een verkeerde boodschap. En als je dan ook nog op shirt sponsors gaat hebben, ik bedoel, heel veel jonge gastjes hebben als idool een voetballer. En als zij dan hun idool zien met de reclame van, ja, dat maakt het zeer laagdrempelig voor die mensen om daadwerkelijk ook een gokje te gaan wagen. Waar in eerste instantie niks mis mee is. Gokken kan en mag en moet leuk zijn. Maar de mensen zijn zich niet bewust dat daar ook risico's aan verbonden zijn. Okay. En ik denk dat daar misschien een beetje... Waar ik het verschil maak tussen van alcohol weten we van, ja, daar zijn risico's aan verbonden. Of weet ik, daar zijn risico's aan verbonden. Van drugs, ja, dat weten we ook, daar zijn risico's aan verbonden. Maar bij gokken hebben wij dat beeld nog niet echt van, hoe kun je daar verslaafd aan worden? Daar zijn mensen zich nog niet van bewust, waardoor het ook des te gevaarlijker is, denk ik. Nee, maar het is ook zo'n slijper, hè. Ah, ik weet dat, ik heb ook al een paar keer gedaan. Ah, als je het 50 euro stort, krijg je 100 euro. Ah, we gaan dat je doen. En het is zo, hoort er zo in getrokken, hè. Want allee, op je 21 jaar, zij dan terugkeert uit Nederland, heb dan die relatie gehad, heb dan bij die voetbalploeg gespeeld, maar het is dan ook, wat is er dan gebeurd rond je 3-24? Dan denk ik dat we daar ongeveer waren, ongeveer. Ja, ik denk rond mijn 3-24, ik denk op mijn 22e ben ik wel, daadwerkelijk door de druk van mijn moeder, ben ik wel voor het eerst hulp gaan zoeken. Ah, oké. Okay. En eigenlijk vooral om haar tevreden te houden. Dus dat was nog niet echt voor, ja, ik ga hulp zoeken voor mijn eigen, maar vooral om andere partijen een beetje te sussen. Van ja, kijk, ik doe wat jullie willen voor mij. Dus eigenlijk ben ik op mijn 22e voor het eerst naar een dokter geweest dan. Ook samen met mijn moeder. Mijn moeder die legde de situatie dan uit, want ik zag de situatie zo niet. Ik zat nog volledig in de ontkenningsfase. En ik heb toen ook tegen de dokter gezegd van, ja, kijk, geef me een pilletje en dan ben ik daar misschien ook wel allemaal vanaf. Dus dat was de realiteit waar ik op dat moment in leefde. En natuurlijk, daar bestaat geen pilletje voor, tot ik van mijn gokprobleem af was, om het zo te zeggen. Dus die verwees mij dan door naar psycholoog. En dan ben ik eigenlijk vanaf mijn 22e ben ik wel maandelijks naar psychologen beginnen gaan. Ja? Niet specifiek altijd om die gokproblematiek, maar ook vooral om depressieve klachten. Zonder dat ik op dat moment ook al de link maak tussen beide. Nu, dat ben ik 2 jaar blijven doen, van mijn 22e tot mijn 24e. En eigenlijk begint alles slechter en slechter te gaan. Ik verloor het voetbal. Ik was zo vaak geblesseerd, zoveel teleurstelling. Ik moest altijd maar een lager en lager niveau gaan voetballen. Waardoor het plezier ook volledig opgeraakte in voetbal. Op het werk. Ik had geen werk op dat moment, dus ik was werkloos. Daarnaast had ik heel weinig contact met vrienden nog. Heel weinig contact met familie. Ik begon mij meer en meer te isoleren. En tijdens dat ik me isoleerde, was ik dan altijd maar aan het online gokken. Of ook wel online pokeren, deed ik ook wel. En was ik vooral daarmee bezig, waardoor ik eigenlijk een heel asociale persoon was op dat moment. Nu, ergens zult je ook afvragen van, ja, dat geld, waar blijft dat geld van komen? Want zonder geld kun je niet gokken. Nu, het geld begon ook op te geraken. Dus ik begon ook mijn familie te manipuleren van, ja, kijk, ik kan deze week geen eten gaan kopen. Of ik kan niet gaan tanken, zouden wij misschien wat geld kunnen lenen. Dus op die manier ging een beetje de slachtofferrol inkruipen en ervoor zorgen dat mijn familie uit ongerustheid mij dan geld gaf. En met dat geld ging ik dan niet eten kopen of ging ik niet tanken, maar dan ging ik eigenlijk jammer genoeg gewoon daadwerkelijk terug gokken. Oké, okay. Misschien ook even zo... In het begin inderdaad, in het begin was het ergens onschuldiger, het was ergens stoer. Dan hoor ik ook ergens van, ja, snel geld verdienen. Ja. Wat is zo de energie dat hij zo voelt de laatste jaren? Was dat dan ook zo van, ook moet weer veel geld terugwinnen? Of was het meer van, wat was zo'n beetje de energie er rond zo?
Oh ja, het was onschuldig tot naar adrenaline, naar een vlucht. Maar ergens ook nog hopen dat je die jackpot zou winnen en dan denken dat al je problemen verdwenen zijn. Ah, oké. Ergens zie ik daar ook misschien wel een rol in weggelegd van de sociale media. Die liet uitschijnen naar mij van ja, kijk, als je al dat geld hebt en al die macht hebt, dan ga je je ook gelukkig voelen. Nu moet ik zeggen dat ik op mijn 19e eigenlijk al behoorlijk veel geld verdiende. Ik had een mooi appartement, ik had een mooie auto, noem maar op. Maar van binnen voelde ik het niet. Dus daar begon ook al de wrijving te komen van ja, kijk, ik heb hier alles. Ik ben op weg naar om dat te bereiken wat mensen mij vertellen, wat met geluk gepaard gaat. Maar toch voelde ik mij van binnen niet gelukkig. En dat was wel al een beetje een wrijving waarin ik terecht kwam met mijn eigen toch wel. Ja. Dus een woord dat mij opvalt, is inderdaad zo'n beetje hoop. Zo van ja, zo, als ik ga hokken, ga mij iets geven. Het gaat mij iets geven. Dat is vaak bij verslaving van ja, het gaat mij iets geven, maar eigenlijk geeft het niets. Nee, zeker en vast niet. En zelfs als het allee, financieel dan iets gaf, waar ik mee bedoel van zelfs als ik een grote som geld won, wat ervoor zorgde eigenlijk dat ik al het geld terug zou hebben waar ik in het begin mee begonnen ben, dat zorgde er zelfs nog niet voor dat ik kon stoppen. En die momenten zijn wel vaker geweest dat ik een enorme som had gewonnen, maar die daadwerkelijk een week later alweer volledig op was en nog meer onder de min aan het gaan was. Dus dat is dus zo'n beetje de situatie op mijn 24ste. Allee, ik ben maandelijks naar psycholoog aan het gaan. En ergens lukte het mij. Ergens begon de wil wel te komen van ik zie dat het gokken ervoor zorgt dat mijn leven eigenlijk volledig uit de hand is aan het lopen. Dus die wil kwam wel ergens van ik wil daaraan werken, ik wil daarmee stoppen. Maar desondanks dat ik naar psychologen ging, ik ging ook naar ambulante hulpverlening op dat moment, specifiek voor mijn gokprobleem. En nooit lukt het mij in die 2 tot 3 jaar om daadwerkelijk langer dan 1 week te stoppen met gokken. En zoals ik al zei, dat begon met liegen. Dan ging ik daarover naar manipuleren. Maar op een bepaald moment heeft die familie ook door van, ja, kijk, we kunnen geen geld meer geven. De geldkraan gaat dicht. Dus eigenlijk begon ik op die momenten de waanzinnige ideeën te krijgen om geld te gaan stelen. En wederom niet om voeding te kopen of basisbehoeften te voorzien, maar eigenlijk gewoon daadwerkelijk geld stelen om maar te kunnen gokken en om maar mijn gevoelens lam te leggen, om het zo te zeggen. Oké, ik hoor inderdaad dat het zeker een vlucht was. En als je zegt, ja, ik ging geld gaan stelen, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Is dat uit de portefeuille pakken? Is dat liegen om een grote som te krijgen? Is dat mensen beroven? Allee, ja, niet om mensen op ideeën te brengen, maar. Nee. Ik ga er misschien niet te gedetailleerd op ingaan, maar ik vind het wel belangrijk om daarover te praten, omdat je dan ook daadwerkelijk ziet hoe waanzinnig het mij gedreven heeft. En door daarover te praten, kan ik ook over mijn schaamte komen dat ik dat daadwerkelijk heb gedaan. Voilà, zeg maar. Maar ik woonde op mijn 24ste, woonde ik samen met mijn grootmoeder. Ook omdat ik al niet meer de financiën had om een appartement te huren en noem maar op. En mijn grootmoeder was iemand die altijd maar zei, oh, arme jongen, en die gaf mij maar altijd geld, geld maar uit. En uiteindelijk ben ik van die situatie gaan profiteren en ben ik echt geld. Ik ging met haar bankkaart, ging ik ook boodschappen doen voor haar, noem maar op. Dus ik had eigenlijk toegang tot haar financiën. En op die manier ben ik dan eigenlijk haar financiën in mijn hoofd toen was dat van, ik ga dat geld lenen en ik geef dat wel terug. Ja. Maar eigenlijk was dat zonder haar toestemming. Dus eigenlijk bedoel ik dat vandaag de dag ook als geld stelen. Nee, maar het is ook zo. Dus ja, maar ik vind het interessant dat je dat zegt, want in je hoofd is het niet stelen. Hè? In je hoofd is het, ja, maar ik ga dat even lenen, ik ga dat wat teruggeven. Ik vind het interessant dat je zo denkt. Allee, ja, natuurlijk. Oké, dus allee, op deze een van de manieren dat je inderdaad geld vond. Dan. Ja, dus ja, dan begint je geld te stelen om maar verder te kunnen gokken. En ja, ik voelde in de realiteit, als ik niet aan het gokken was, voelde ik mij zo depressief. Ik herinner mijn moment op mijn 24ste ook, dat ik dacht van, kijk, ik heb geprobeerd, ik heb hulp gezocht. Ik had geen werk, geen vriendin, geen voetbal meer. En dan beginnen die gedachten zo wat door je hoofd te gaan. Van ja, kijk, je was een talentvolle voetballer. Eigenlijk was ik een goede student. Noem maar op, alles om het waar te maken. En ja, op dat moment zit ik op mijn 24ste, zit ik maar gewoon thuis op de zetel en heb ik niks meer. En dan begint je hoop te verliezen. En als ik niet aan het gokken was, ja, dan was die wanhoop eigenlijk altijd nabij. En had ik altijd het gevoel van, ja, kijk, dan beginnen die suïcidale gedachten te komen van dat ik niemand meer kan betekenen voor deze maatschappij, noem maar op. Dus eigenlijk zit ik op dat moment echt wel
in een bodem waar ik niet meteen uit kon komen. Ja. Mm-hmm. Nou, dat is wel heavy, hè? En hoe komt dat, denk je, dat je met die depressieve klachten zat? Was dat inderdaad omdat het gevoel dat het niet waar maakt als voetballer? Of omdat je... of omdat je dat hockey niet onder controle kon krijgen? Of wat maakt dat je zo neerslachtig werd, denk je? Oh, ik denk een samenloop van omstandigheden ook wel. Hè. Ik denk dat, vooral misschien ook omdat ik op verschillende levensdomeinen aan het falen was. Hè. Op geen werk, geen vriendin. Weet je wilt toch iets opbouwen. Je wilt sparen voor een huis, noem maar op. Dus die dingen, die dromen en die dingen wat je wilt bereiken, lijken op dat moment gewoon onhaalbaar meer in het leven. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik meer en meer wanhoop begon te ervaren. Maar ik ga nooit meer mee gelukkig kunnen voelen. Nu daarnaast ben ik achteraf ook, leert ook wel wat kennen hoe dat het dopamine systeem werkt, noem maar op. Dus ik begrijp wel dat ik op dat moment echt wel in een dieptepunt zat waar ik eigenlijk geen sprankeltje geluk meer ervaarde. Ook inderdaad, is dat al verteld in het interview, is voor die teleurstelling dat inderdaad, als je veel verwachting net en de realiteit is wat anders, dat zo wel wat emotionele klap kan geven. Maar vertel misschien maar verder, dat je werd al 24. Ik hoor ook suïcidale gedachten van ja, ik betekent niets meer. En hoe is dat dan verder geëvolueerd nog? Ja, kijk, ik denk de enige met wie ik nog een goed contact had, om het zo te zeggen, was mijn moeder op dat moment. Mijn moeder die eigenlijk altijd, die haar woede altijd wel liet zien aan mij over mijn gedrag, wat ook totaal terecht was. Maar aan de andere kant zei ze ook wel altijd van ja, kijk, ik ben kwaad, noem maar op. Maar de deur staat wel altijd open, moest je hulp willen zoeken. Dat is ergens wel mijn redding geweest, want op het moment dat die suïcidale gedachten aanwezig worden ik ben dat dan ook beginnen uitspreken ten opzichte van mijn moeder. Ik heb tegen haar gezegd, kijk, ik zie het zo, ik zie het niet meer zitten. En ja, toen heeft zij wel aan de alarmbel getrokken en toen heeft ze gezegd van ja, kijk, dan gaan we zoeken voor een opname voor u, want zo kan het niet verder. En uiteindelijk is mijn moeder een beetje op de achtergrond gaan zoeken naar andere hulpmiddelen. Aangezien ik wel al een heel hulpverleningstraject had afgelegd. Hè, van dokter naar psycholoog naar ambulante hulpverlening. Dus ja, de volgende stap zou ergens een opname voor zijn. Alleen was het zo dat er in België geen residentiële hulp was op dat moment voor iemand met een gokprobleem. Alleen met een gokprobleem. Dus uiteindelijk is zij dan terechtgekomen in Antwerpen bij een privékliniek. Dan ben ik uiteindelijk haar gevolgd, want ik zat in de put, ik wist niet meer welke kant ik op moest, dus heb ik haar maar gevolgd. En toen zeiden ze daar, kijk, je hebt de mogelijkheid om u in Nederland te laten opnemen, of je hebt de mogelijkheid om u in Zuid-Afrika te laten opnemen. En toen heb ik tegen hen ook gezegd, ja, kijk, zet mij dit weekend, deze week al maar op een vliegtuig richting Zuid-Afrika. Want ik wist ook van, ja, als ik het ging uitstellen, ja, dan zorgde ik weer naar excuses om het niet te moeten doen. Of dan ging ik mijn verslaving minimaliseren op dat moment. Maar uiteindelijk ben ik dan die woensdag was het gesprek. En die zondag ben ik op het vliegtuig vertrokken naar de verslavingskliniek in Zuid-Afrika. Dan, want ik wist ook van, het was geen gedwongen opname. Ondanks dat de druk er wel was, was het wel iets wat ik echt wel vanuit mijn eigen heb beslist van ik wil dat doen. Want ik wist heel goed van, als ik op dit tempo verder ga, dan ofwel binnen 4-5 maanden zat ik in de gevangenis. Want ik had ook criminele gedachten in mijn hoofd om geld te gaan stelen op een criminele manier. Ofwel was ik er niet meer geweest, omdat die suïcidale neigingen zo aanwezig waren. Dus... op dat moment, op mijn 25e, ik denk 7 februari 2016 is het, zat ik op het vliegtuig richting Zuid-Afrika. En je ziet ook aan mijn gezicht, mijn stemming verandert ook altijd volledig als ik aan dit punt kom van mijn verhaal. Omdat dat gewoon de dag is dat mijn leven eigenlijk volledig verandert. Dus, ja. Hoe lang zijn je gebleven in Zuid-Afrika en wat heb je daar allemaal gedaan? Nu, ik ben daar uiteindelijk 3 maanden verbleven, maar dat was totaal niet de bedoeling. Ik zou daar normaal een maand naartoe gaan, naar die verslavingskliniek. Een maand leek voor mij al super lang op dat moment. Ik dacht van ja, kijk, ik ga een maand hier die opname, dan is iedereen tevreden. Dan kom ik weer naar huis en dan zien we wel, dacht ik. Was het enkel gokverslaving of was het in het algemeen? Of? Ja, ik was de enige gokverslaafde. Okay. Dus...
ik kwam daar aan en ja, ik merkte al snel van oei, ik ben hier de enigste met een gokverslaving. Oké, er waren anderen die wel een drugsprobleem hadden samen met een gokverslaving. Ja? Dus er zaten eigenlijk alleen maar alcohol- en drugsverslaafden daar. En ik kwam daar aan bij, dus ik dacht in het begin ook van oei, wat kom ik hier doen? Alcohol, drugs, ik was altijd iemand die in de sportwereld is opgegroeid en nooit in contact was gekomen met die producten en daar ook nooit interesse voor hadden. Maar in die eerste week heb ik dan vooral geluisterd en ik hoorde mensen met een alcoholverslaving vertellen, mensen met een drugsverslaving hoorde ik hun verhaal vertellen en voor het eerst voelde ik me niet meer alleen. Voor het eerst voelde ik en hoorde ik enorm veel gelijkenissen tussen de onderlinge verslavingen. Iemand met een drugsverslaving vertelde daar ook dat hem loog, manipuleerde, dat zijn sociale relaties verwaarloosd had, zijn werk, noem maar op. Dus ik dacht zo van, oh, kijk, dus eigenlijk is dat gewoon hetzelfde. Ik merkte enorm veel gelijkenissen en ik ging mij niet zozeer op de verschillen focussen. En dat heeft mij wel geholpen in mijn traject. Uiteindelijk in de tweede week vond ik ook de moed om mijn verhaal te delen, zoals die anderen dat dan ook hadden gedaan. En voor het eerst voelde ik mij geaccepteerd met mijn verhaal. Mooi. Ik had voordien wel eens tegen vrienden gezegd van ja, kijk, het lukt mij niet om daarmee te stoppen. En ja, die vrienden zeiden altijd van ja, Arne, stop daar gewoon mee. Zo moeilijk is dat toch niet? En voor het eerst kreeg ik die reactie niet. Voor het eerst waren er andere mensen die erkenning gaven voor het verhaal wat ik deelde. Ze keurden het natuurlijk niet goed wat ik had gedaan, maar ze begrepen het wel. En op die manier zorgde er eigenlijk voor dat ik enorm begon te groeien in mijn herstelproces. Nu, uiteindelijk was het de bedoeling om daar een maand te blijven. Dat was een gesloten verslavingskliniek, dus ik mocht niet buiten. Dat was een beetje letterlijk een gevangenis. Wat ik ook wel nodig had, zeker en vast. Een vraag die ik ook vaak krijg is van, ja, hoe ziet je dag er dan uit daar? Dat was 's morgens opstaan, 8 uur, wat voor mij al een openbaring was. Want de weken daarvoor was ik aan het online gokken tot ik in slaap viel 's morgens om 8 uur. Dus 8 uur opstaan was al iets wat enorm bevorderend was voor mijn structuur, voor mijn ritme. Dan deden we meditatie, ochtendgebed, 2 therapieën. En dan 's avonds gingen wij naar lotgenotengroepen of kwam iemand die al meerdere jaren clean was van zijn verslaving. Of van zijn product, om het zo te zeggen, kwam dan zijn verhaal brengen. En dat gaf mij wel weer, de hoop en de kracht om er tegenaan te gaan. En dat was iets wat ik nodig had op dat moment. Nee, maar ik hoor inderdaad ook in uw verhaal, los van het feit dat geen gokverslaafden waren, of maar ook alcohol en drugs, is dat die ook niet meer alleen voelen. Dat is, denk ik, zeer herkenbaar voor welke verslaving dat ook hebt. Zo van, ja, uw vrienden zijn, stop ermee. Maar ja, gast, ga niet. Stop ermee. En inderdaad, als je zo een keer een beetje erkenning krijgt en zo gewoon van ja, ik heb dat ook meegemaakt, dan kan je dat heel veel rust geven. Dus ik denk dat het een goed idee was om inderdaad naar daar te gaan. En heb je dan inderdaad veel therapie gehad en veel gesprekken met mensen. En dan na 3 maanden zijn je teruggekeerd dan? Of, Ja, uiteindelijk ben ik zes weken in een gesloten verslavingskliniek gebleven. En dan na die 6 weken mocht ik ook voor het eerst terug naar een open verslavingskliniek gaan de laatste 6 weken. En dat was misschien wel een goede tussenstap voordat ik terug naar de realiteit kwam. Ja. Toen mocht ik eigenlijk ook voor het eerst terug op straat zonder een hulpverlener bij mij. En ik herinner mij ook een moment dat ik voor het eerst terug 20 euro op zak had. En dat ik daadwerkelijk in de buitenwereld stond en dat ik daarmee kon doen wat ik wou. Dus ik had de keuze van, ja, kijk, je hebt nu 20 euro, wat gaat je daarmee doen? Gaat je weer gokken en je leven om zeep helpen? Of gaat je nu samen met een vriend een koffie drinken? Maar voor het eerst had ik wel een keuze. Voordien heb ik nooit het gevoel gehad dat ik een keuze had. Voordien was ik daar al direct mee gaan gokken. Maar wat is er gebeurd dan, denk je, in die 2-3 maanden dat je daar zat, dat van een geen keuze naar wel een keuze is geworden? Wat is er daarin gebeurd? Wat denk je dat... Dat heeft geshift? Goh, ja, ik denk dat ik enorm veel inzichten gekregen heb in mijn eigen gedrag. Hè. Eigenlijk was ik iemand die automatisch gedrag vertoonde zonder dat ik mezelf bewust van wat ik daadwerkelijk aan het doen was. En ik was me eigenlijk nooit bewust van de link die er was tussen mijn gedachten en daadwerkelijk mijn gedrag. Nu was ik mij bewust van, ja kijk, die gedachte is er. De zin was er na 6 weken nog altijd om te gaan gokken. Maar voor het eerst had ik wel terug verantwoordelijkheid over mijn eigen gedrag. Voor het eerst kon ik zelf kiezen van, ja, wat ga ik nu doen? En
uiteindelijk heb ik het gevoel dat ik die eerste 6 weken vooral slimmer ben geworden. Niet zozeer sterker dan het gokken. Ik denk dat ik dat nooit ga worden. Maar ik ben wel veel slimmer geworden. En dat heeft me wel geholpen om toen de juiste beslissing te nemen. En uiteindelijk was ik die eerste 6 weken ook al zonder gokken. Dat gaf mij ook wel de hoop van, ja, misschien lukt het je wel om een leven te leiden zonder het gokken en ook gelukkig te voelen. Iets wat voordien mij niet langer dan een week was gelukt, was nu 6 weken. Dus dat was al voor mij van, wauw, ik kan het misschien wel. En dat gaf mij ook wel de kracht van, ja, kijk, misschien lukt het mij ook wel. Oké, is wel cool. Je moet ook wel zeggen dat ik in die laatste 6 weken in die open kliniek ben ik ook vrijwilligerswerk gaan doen. Dat was dan in een ziekenhuis in Afrika dan met kansarme gezinnen die ofwel een arm hadden geamputeerd of een been hadden geamputeerd. En eigenlijk werd ik daar geconfronteerd met een realiteit die ik voordien nooit voor mogelijk achtte. Ik ben altijd opgegroeid als iemand die warm eten op tafel kreeg, die met liefde behandeld werd. En ja, voor het eerst werd ik daar geconfronteerd met een realiteit met mensen en jongeren die nooit die kansen hebben gehad. En dat deed mij wel nadenken over het leven en hoe dankbaar je mocht zijn voor de kleine dingen die wij daadwerkelijk hebben. Nu, na die 3 maanden moest ik ook nog terugkeren naar België. Natuurlijk heb ik me daar heel goed op voorbereid. Ik was iemand die sinds mijn 18e eigenlijk altijd al zelfstandig en alleen had gewoond. En ik heb toen ook de beslissing genomen om terug bij mijn moeder te gaan wonen. Om terug die veiligheid op te zoeken. Ik ben op dat moment 26. En ik ben eigenlijk terug bij mijn moeder gaan wonen. Terug die veiligheid gaan opzoeken. Ik had natuurlijk al mijn financiële middelen had ik uit handen gemaakt. Uit handen gegeven. Een overzicht gemaakt van mijn schulden die ik op dat moment had. Hoeveel schulden had je op dat moment? Behoorlijk qua. Ik plak daar niet graag een bedrag op, maar we zullen zeggen dat het toch wel een mooie auto was op dat moment. Dus dat was behoorlijk qua. Dus ik moest ook terug gaan werken. Nu had ik wel tegen mijn eigen gezegd van, ja, kijk, de eerste 6 maanden in mijn herstel dan, vanaf die 7 februari 2016 tot augustus, laten we dan zeggen, had ik wel voor mijn eigen voorgenomen van, kijk, ga je volledig focussen op je eigen herstel. Dus ik ben dan bijna dagelijks naar meetings gegaan, naar lotgenotengroepen. Ik had ook nazorg. Ik had nog individuele contacten met mijn psycholoog. En ik had mijn programma, want uiteindelijk mijn programma in Zuid-Afrika was gebaseerd op het 12-stappenplan, op het Minnesota-model. Ik weet niet of je het kent of niet. Ja, maar dat zorgde er wel voor dat ik actief aan de slag kon met mijn herstel. En dat is hetgene waar ik mij de eerste 6 maanden op heb gefocust. Ik vind trouwens dat Minnesota-model, los van de verslaving, iedereen zou daar een keer moeten lezen en iedereen zou daar mee moeten bezighouden. Ik denk dat het wereld er al een beetje interessanter zou uitzien, omdat ik vind dat dat heel veel zelfreflectie... het is veel zelfreflectie en bepaalde acties dat we moeten nemen. En in de AA is het ook 12 stappen. Hè. In de NA is het ook 12 stappen. Hè. Dus het zal, aanzien dat veel mensen helpt, zal het waarschijnlijk wel veel waarheid in zitten. Ja, absoluut. Zeker en vast. Het programma heeft mijn leven ook gered, hè, bij wijze van spreken. Want anders was het ook niet... Ik weet zeker dat het niet goed was gekomen met mij. Hè. Mm-hmm. En het is zoals je zegt, het is niet alleen van je verslaving afhelpen, maar gewoon enorm veel zelfreflectie, maar ook zelfontplooiing, denk ik. En ik denk dat dat wel heel belangrijk was voor mij op dat moment. Dus nu zijn je eigenlijk al zo... Ja, nu zijn je al 3-4 jaar eigenlijk dat de... Zijn je dat clean dan? Of hoe zeg je dat? Of gokvrij? Of, ja... Ja, ik noem dat clean. Ja, gokvrij. Dat is een beetje hetzelfde. Hè? Ik denk, het is nu 4 jaar en een maand. Of bijna 4 jaar en 2 maanden. Ik vind het nog altijd grappig als ik het vertel. Want dus, ik herinner mij zo het moment dat ik dacht dat ik er geen dag zonder kon. En het heeft mij ook wel geholpen om een dag per dag te bekijken. Ik hoor veel mensen vandaag zeggen van, ja kijk, voor mijn 27e wil ik het in jaren niet proberen. Maar dan zeggen we wat van, kijk, mij heeft het geholpen om het echt dag per dag te bekijken en je doelen niet direct enorm hoog te gaan liggen. Elke dag stond ik op en zei ik tegen mijn eigen van, kijk, vandaag ga ik gokvrij blijven. En dat heb ik de afgelopen 4 jaar elke dag gedaan en op die manier lukt het mij ook tot nu toe. Nu daarnaast, ja, ik had natuurlijk ook enorm veel vrienden waar ik mee ging gokken. Hè. Ik noem dat dan, de vrienden die een negatieve invloed op je hadden, noem ik dat dan. Zonder dat dat misschien daadwerkelijk slechte mensen waren, om het zo te zeggen. Maar die ben ik ook wel gaan verwijderen uit mijn leven.
ik ben dan meer en meer beginnen optrekken met jongens die mij in de ochtend dan wel eens een bericht stuurden van hoe voelt je of hoe gaat het met u, wat je vandaag een koffie gaan drinken, en niet de vrienden die dan stuurden vandaag op welke voetbalploeg gaan we vandaag inzetten. Dus die ben ik dan wel bewust gaan verwijderen uit mijn leven en ook daadwerkelijk tegen hun gezegd van ja, kijk, eigenlijk benoemde ik mijn eigen toen als gokverslaafde. Ik accepteerde dat dat mijn kwetsbaarheid was. Eigenlijk heb ik dat dan verteld tegen die vrienden. En die begrepen dat ook wel. En dat heeft me ook wel geholpen. Dan waren er ook enorm veel plaatsen waar ik ging gokken. Die ga je natuurlijk ook vermijden in het begin. Omdat ik voelde dat ik misschien nog niet sterk genoeg was om daar voorbij te komen. En geconfronteerd te worden met bepaalde triggers. Dus dat zijn wel de dingen die mij vooral hebben geholpen in mijn herstel. En vooral dat lotgenotencontact is voor mij een van de belangrijkste pijlers van mijn herstel op dit moment. Dat is inderdaad heel gelijkaardig aan een alcoholverslaving die dan de cafés een beetje gaat laten en zijn vrienden die twee drinken een beetje gaan loslaten. Ja. Dus ik nog één vraag dat ik zeker wil stellen. Dat is zo, ik hoorde ze tussen nu 13 en nu 25 jaar leven met veel teleurstellingen in je ogen. Als je vandaag de dag zo met teleurstelling te maken hebt, wat doet dat met je? Hoe gaat het daarmee om? Of? Oh, praten. Zoveel mogelijk praten en zoveel mogelijk in actie schieten. Ik ben van mening dat herstel iets heel activerends is en engagerends is. Dat is niet iets wat je passief als een kat uit de boom kunt kijken, want dan gaat er niks veranderen. Ik denk als ik vandaag geconfronteerd word met gevoelens of emoties of teleurstellingen die misschien niet direct plezant zijn of fijn zijn, dan zal ik direct de telefoon nemen en dan ga ik daarover bellen met iemand. Al is het maar, dat klinkt misschien egoïstisch, maar al is het maar gewoon om te zeggen van kijk, ik voel me op dit moment zo, ik voel me kloten en dat is oké als ik me kloten voel. En dat helpt mij. Ik denk door daar actief mee aan de slag te gaan, helpt dat mij daadwerkelijk wel. Ook de tijden waarin wij vandaag leven en met de coronacrisis worden ook veel mensen en ik zelf ook geconfronteerd met andere omstandigheden die je niet gewoon zijn. En ik probeer daar gewoon zoveel mogelijk over te spreken met mensen. En ik weet dat dat mij wel helpt dan. En dat is ook maar tijdelijk, hè. Mm-hmm. Wat denkt u dat er nu het verschil heeft gemaakt tussen u, toen dat jonger werd en nu dat vroeger durfde niet praten, hoor ik in uw verhaal. Mensen vroeger nu wist, ja, masker opzet, hoe. En nu praat wel veel over uw emoties. Hoe komt het dat dat veranderd is, denkt u? Oh, ik denk dat ik vroeger iemand was. Ik denk dat dat ook een beetje met die onmiddellijke behoeftebevrediging heeft te maken. Hè. Ik denk dat mijn perceptie ook enorm veranderd is. Veel mensen zijn zo van op korte termijn successen boeken en noem maar op. Terwijl ik probeerde ook wel op de lange termijn te kijken. En, hoe mijn gevoel vandaag misschien maar tijdelijk is. Ik zeg ook altijd, het is oké om je niet oké te voelen. Hè. En ik denk dat ik daar van perceptie enorm ben in veranderd. En ik denk dat mijn opname daar ook wel helpend is geweest, zeker en vast. Dus dat is een beetje het verschil met vroeger. Hè. Ik denk dat het vroeger heel onwetend was, terwijl ik nu wel heel ver out of the box kan denken en wel vanuit verschillende perspectieven kan kijken, waardoor dat het wel helpend is voor mij. Mm-hmm. Maar er is ook iets in u inderdaad dat je er durft over spreken, terwijl je dat vroeger niet durfde. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik vroeger zelf met dat stigma zat. Hè. Dat voelde als falen aan en dat voelde als u kwetsbaar zijn. En dat voelde als, noem maar op, hetgene wat de maatschappij me eigenlijk vertelde, waar het mee gepaard ging. Terwijl vanaf het moment dat ik open begon te spreken over mijn verslaving en mijn kwetsbaarheid, begon ik meer en meer kracht te ervaren en meer moed te ervaren. Omdat ik daar ook wel positief in bevredigd werd door andere mensen. Ik denk dat er vandaag echt wel daadwerkelijk heel veel kracht zit om je kwetsbaar op te stellen. En ook om het feit van hulp vragen. Hè. Heel lang heb ik de hulpverlening vermeden, omdat ik dacht omdat ik dat definieerde als falen. Terwijl vanaf het moment dat ik die hulp ging vragen, er zat zoveel kracht in, vond ik. Ja. Dat is mooi. En inderdaad, nu heb je het hele verhaal verteld en super interessant, ja. Maar sinds wanneer zijn ook mensen beginnen helpen en heeft ook lezingen en zo? Sinds wanneer doe je dat precies? Ik denk die lezingen ben ik eigenlijk direct na een half jaar van mijn opname gaan doen. Ik had direct zoiets van, ja kijk, ik wil dat verhaal hier naar buiten brengen. Ik wil dat vertellen, want ik wil andere mensen bereiken die misschien hetzelfde hebben meegevraagd. En hopelijk ervaren zij ook de kracht en de hoop hè, om daar daadwerkelijk mee aan de stap te gaan.
Dus ja, eigenlijk ben ik direct na hier in Limburg, heb ik ook een centrum geestelijke gezondheidszorg. En ik ben me dan gewoon gaan aanmelden als vrijwilliger. En ik zei van, ja kijk, ik wil mijn verhalen gaan delen in scholen en organisaties. En uiteindelijk ben ik dat beginnen gaan doen, eigenlijk al na een half jaar dat ik in mijn herstel was. En ik merkte al snel dat er gewoon enorm veel vraag naar was. En ik merkte ook wel dat dat iets was wat mij lag, wat ik goed deed. Ik voelde mij in mijn kracht als ik mijn verhaal kon delen met andere mensen. En uiteindelijk heb ik dan ook de sprong gemaakt om daar iets zelfstandig van te maken. En dan ben ik dan daarnaast ook andere mensen... Nadat ik mijn verhaal ben beginnen delen in de media, werd ik een beetje overrompeld door Facebook-berichten en mails van allerhande mensen die hetzelfde hadden meegemaakt en die niet echt de weg vonden naar hulp. En dat motiveerde mij wel om daadwerkelijk iets te betekenen voor die andere mensen. Dus dat is een beetje waarom ik vandaag de dag die stap heb gemaakt, om andere mensen te coachen en te ondersteunen in de problemen die zij ervaren met het gokken. En daarnaast ook een beetje maatschappelijk die lezingen om gokverslaving bespreekbaar te maken en ook om het onderwerp te destigmatiseren in onze maatschappij, natuurlijk. Mm-hmm. Dan een boek ook geschreven, of niet? Nee, nog niet. Nee. Ik ben heel gemotiveerd om heel veel te doen. En ik vind het ook fijn dat ik het interview vandaag met u mag doen. Want als je het goed herinnert, denk ik dat ik u anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden een mail heb gestuurd. Dat kan. Waarin ik u vroeg van, ja kijk... dit is mijn verhaal. En ik keek op naar iemand zoals u, omdat die ook zoiets betekent in de maatschappij voor een specifieke doelgroep. En dat motiveerde mij wel om zelf daarmee aan de slag te gaan. En dat boek schrijven, ja, ik ben heel gemotiveerd. Ik zou dat heel graag willen gaan doen. Nee, maar op het moment ligt mijn focus mee op school. Ook nog altijd. Nee, maar ik weet ook nog, dat je mij die mail had gestuurd, dat was ook zo, ja, van, ik weet hoe, alleen zo van... Ja, wat moet ik doen? Hè? Wat moet ik doen om mijn verhaal te brengen? Ik weet ook nog, denk ik, dat je antwoord dat je wat video's hebt doorgestuurd. En, maar in België zelf, ik hoor die vraag af en toe, hè, van ja, wat kan ik doen? Moet ik ervaringsdeskundige worden? En er is ook niet veel. Hè? Er is weinig aanbod in de Belgische maatschappij. En het is ook chic dat je daar een weg in vindt. Hè? Want ik heb er ook een beetje mijn weg moeten zoeken. Alcohol is een topic dat natuurlijk wel veel aan bod komt, maar gokken, ik vind persoonlijk gokken ook echt zot hoe sociaal aanvaard dat ook is, dat op tv komt. Ik heb Yellow, ik heb Play Sports, in elke voetbalmatch, dat is reclame online, dat is bon. Maar ik denk dat er inderdaad nood is aan bewustwording. En toen hij dus zei van, ja, ik wou mijn verhaal delen, misschien was er ook iemand die... hetzelfde even als mij, dat is zeer herkenbaar. Ik had dat ook zo van, ik wil mij gewoon mijn verhaal delen om misschien iemand te helpen. Ik ben ervan overtuigd met dat interview dat er mensen zijn, dat er ook veel meer mensen zijn met hokproblemen dan dat we denken ook. Ja. Ja, absoluut. Zeker en vast. Het is een beetje een verborgen verslaving. Hè? En het is ook een beetje... het is heel genormaliseerd. Hè? Alcohol ook is heel genormaliseerd, maar gokken ook. Hè? We kijken niet meer raar als iemand de Euromillion speelt of... we kijken niet meer raar als iemand op voetbalwetenschappen heeft ingezet. Wat misschien ook oké is, maar ja, er zijn natuurlijk bepaalde risico's aan verbonden. En het is wel belangrijk dat mensen zich daarvan bewust zijn. Zodat ze daar niet meer in de problemen komen in de toekomst. Zijn in de laatste 4 jaar dan, sinds dat je clean bent, heb je het ook nog vaak lastig gehad om zo niet te hokken? Of valt dat nog mee? Eigenlijk valt dat heel goed mee. Ik denk het eerste jaar... wist ik natuurlijk dat het heel moeilijk ging worden. Dat werd mij ook daadwerkelijk gezegd. Van, kijk Arne, het eerste jaar gaat super moeilijk zijn. Je gaat heel veel afzien. En dat is ook zo geweest. Die drang het eerste jaar was echt nog altijd heel fel aanwezig. Maar ik denk na zo'n 6 maanden voelde ik echt de positieve effecten. En ervaarde ik ook positieve dingen wat gepaard ging met het stoppen met gokken. En eigenlijk die drang die begon ook af te nemen. Ik denk daar nog aan en het is oké om daaraan te denken. En ik heb daar heel veel aan gedacht, maar dat heeft niet zoveel effect meer op mijn gedrag wat ik vandaag de dag stel. En die drang, ik wil ook de kracht geven aan de mensen, geloof mij, dat verdwijnt. Dat verdwijnt. Alleen is het tegenstrijdig met hetgene wat jij nodig hebt, en dat is die onmiddellijke behoeftebevrediging. Dus je zult wel langer moeten wachten op de positieve effecten, maar ik denk, hoe meer je investeert in je eigen herstel van eender welk middel, hoe meer positieve effecten daar ook tegenover staan.
Ik vond het vrij mooi gezegd, juist dat wij ergens in onze maatschappij op zoek zijn naar de instant behoeftebevrediging. En ik vond het ergens mooi dat hij zei van, kijk, ik doe dag per dag, maar ik heb eigenlijk een meer middellange termijn of een lange termijn visie van, kijk, als ik dat iedere dag doe, dan ga ik daar komen. En ik denk dat daar ook heel veel je waarheid in zit en inderdaad dat heel juist is wat hij zegt. Ja, jawel. Daar geloof ik heel, heel sterk en zeker en vast, ja. Oké, we hebben even gebabbeld, ik weet niet precies hoe lang, maar dat maakt niet uit. Maar is er misschien nog iets waarmee je dat wilt afsluiten? Dat is iets zet van, daar heb je niet over verteld, of dat wil ik nog aan de mensen meegeven. En is er nog iets over alles verteld wat je wilt vertellen? Oh, ja, ik zou de mensen willen meegeven dat ze gewoon moeten genieten van de kleine dingen. Hè. En als met betrekking tot gokken, ik ben van mening dat gokken kan, mag en moet ook plezier zijn. Daarvoor is het ook gemaakt, maar wees je bewust dat er ook risico's aan zijn verbonden. Ook al zult je die niet voelen op dit moment, in de toekomst kan dat misschien wel zo zijn. Dus hoe bewuster je ermee omgaat, hoe groter de kans is dat je daar niet mee in de problemen zult komen. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad... Dat is een beetje de boodschap. Maar ik denk ook, als ik het interview hoor, is inderdaad ook de boodschap van weet dan de risico's verbonden zijn aan het online gokken. Ja, inderdaad. En als je daadwerkelijk die problemen ervaart met het gokken, weet dat je niet alleen bent. Er zijn meerdere mensen, ondertussen zijn er al 2 lotgenotengroepen die ik 3 jaar geleden gestart ben in Vlaanderen met gokken. En daar zitten meerdere mensen die problemen ervaren. Dus weet dat je niet alleen bent. En hopelijk dat mensen die problemen ervaren, dat ze ook de kracht hebben om daadwerkelijk daar hulp voor te gaan zoeken. Want dat is een beetje de definitie van winnen voor mij vandaag de dag. Is een mooie afsluiter. Ja. Is goed. Het is een mooie afsluiter. Dat is inderdaad echt winnen. Merci Arne voor het interview. Graag gedaan. Voilà, dus aan alle mensen ook, ik zal misschien ook wel zijn als je met mij in contact wilt komen, denk gewoon op de website of op Google zullen we wel tegenkomen. En voilà, dan kun je absoluut. En ik wil u ook bedanken om samen met mij gokverslaving bespreekbaar te maken, natuurlijk. Zeer graag gedaan, zeer graag gedaan. Ja. Dada!